Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor het aankomende weekend. 3 en 4 augustus 2024. En 4 augustus is ook, dan begint de nieuwe maan in Leeuw. Hebben we een nieuwe maan. En gaat Mercurius weer retrograden tot de 27e van augustus, geloof ik. Dus ja, het wordt wel ook een tijd van reflectie. In je kracht staan met die nieuwe maan in Leeuw. Uitgaande energie, de mannelijke energie. Ja, we gaan het zien. Wat mag er voor dit weekend naar voren komen? En ik heb hele mooie kaarten gezien tijdens het voorschudden. En ook onder op het dek. We hebben hier peace en harmony. Vrede en harmonie voor dit aankomende weekend. En ik heb ook het gevoel dat sommigen van jullie echt in dat gevoel zullen zitten in het aankomende weekend. Een gevoel van tevredenheid was er wat doorkwam. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Ook zag ik dat er voor sommigen van jullie wel iemand in je omgeving kan zijn die zich stom gedraagt. Iemand die, ja, een rat in ons midden. Iemand die achter je rug om tegen probeert te werken. En ik hoop dat het niet voor heel veel mensen resoneert. Universum, wat is de boodschap voor het aankomende weekend? Aankomende weekend 3 en 4 augustus 2024. En ik wil graag 3 kaarten. Aankomende weekend. Wat kunnen we verwachten? Wat is collectieve boodschap, inzichten die we mogen ontvangen? Ja, dank u wel. Nog 2 kaarten alsjeblieft. We hebben wreath. Oeh. Sorry over a loss. Verdriet hebben over een verlies. Mogen we nog meer ontvangen? En dat verdriet over een verlies, dat kan iets zijn wat ja, momenteel speelt. Het hoeft natuurlijk niet het aankomende weekend te zijn dat je te maken krijgt met een verlies. Maar het kan een verlies zijn wat ja, nog steeds impact heeft, waar je nog steeds verdriet over hebt. Dan hebben we een handshake. Een ontmoeting met een onbekende kon wel eens belangrijk zijn. Kan zijn voor sommigen van jullie dat je ja, iemand leert kennen dit aankomende weekend. Iemand die van betekenis zal zijn voor je of een bepaalde rol gaat spelen. Ik zag een jongere man, ik zag een man met blond, grijs en wit haar naar voren komen. Dus laat me zeker weten of dat resoneert na het weekend. We hebben ook de bloemen, geluk. Maar we hebben ook een knoop, onsuccesvolle plannen. Dus je kunt misschien bepaalde plannen hebben. Nou, er wordt hier gezegd met die knoop onsuccesvolle plannen. Het kan ook zo zijn dat je dit, voor dit aankomende weekend iets gepland hebt wat niet doorgaat. Oh, en ik zei net die man met blond, grijs of wit haar. En hier ligt hij onder op het dek. Dit kan ook iemand zijn die je beschermt in een situatie waarbij, we, ja, waarbij ik die rat zag. Dat iemand zich stom gedraagt ten opzichte van je. Of iemand wil je tegenwerken. Iemand wil je iets voor je voeten leggen of iets voorkomen. Maar ik zie dat je beschermd wordt door een vriend. Een vriend of vriendin. We hebben de zon. Happiness and well-being. Dus ja, vreugde, geluk en je lekker in je vel voelen met die zonkaart. En we hebben ook weer iemand nieuw komt in je leven. Ja, een onbekende. Dus een ontmoeting met een vreemde. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum, voor de aankomende weekend 3 en 4 augustus 2024? De muizen. En ik zag net een rat. Nou hebben we hier de muizen. En dit heeft te maken met oneenigheid, misverstanden, ja, oneenigheid onder vrienden of familie. Ik zet even de ventilator aan, want het is heel erg warm hier. Zo. Vrienden of familie. Dus ook in vriendenkring of familiekring kan er iemand zijn die zich stom gedraagt of die je tegen probeert te werken. We mogen nog meer ontvangen. Maar toch heb ik het gevoel dat het niet heel erg veel invloed op je zal hebben. Wat mogen we nog meer ontvangen voor dit aankomende weekend?
Oeh, opwinding. En opwinding kan zijn in positieve zin, maar het kan natuurlijk ook in negatieve zin zijn. Dat je je ergens over op gaat winden. Probeer dat niet te doen. Universum. Nog één kaart voor het aankomende weekend 3 en 4 augustus 2024. We hebben een mand. Erkenning. En beloning krijgen voor inzet. Ja, en dat was ook iets wat tijdens het voorschudden naar voren kwam. Het kan zijn dat je ergens een soort van resultaat gaat zien van iets waar je in geïnvesteerd hebt. Of inderdaad, letterlijk misschien een beloning gaat krijgen of in de vorm van een resultaat van iets waar je in geïnvesteerd hebt. Je inzet wordt beloond. Je krijgt een compliment wellicht. Complimenten van iemand die je bewondert. En ik zag ook een secret admirer. Dus een geheime aanbidder. Iemand die je bewondert. Waar je je niet van bewust bent. En je kunt een compliment ontvangen. En we hebben een exciting event. Oeh, dus iets, een opwindende gebeurtenis. Of iets waar je naartoe zult gaan. En dat kan dus ook met die opwinding te maken hebben. We hebben twee kaarten van opwinding. En dit is dan een positieve zin, een gong. Dus ja, er kan iets spannends te gebeuren staan. Iets opwindends. En onder op het dek hebben we nieuws is onderweg. En het succesvol overkomen van een probleem. Ondanks die onsuccesvolle plannen, zul je een bepaald probleem succesvol overkomen. Nieuws is onderweg. Dan heb ik voor jullie de wijsheid van het orakel voorgeschud. En voor dit weekend kwamen er twee kaarten naar voren. En het hoeft niet per se beperkt te zijn tot dit weekend. Het kan ook, die energie kan ook langer doorgaan. Maar dit is de energie die voor nu eruit komt. Kaart nummer 29, vereenvoudigd 11, een meestergetal. En de boodschap is ademhalen. Ik leg hem hier even neer. En we hebben nummer 22, ook een meestergetal. Gezegend. Dus jullie kunnen voor jezelf ook googlen wat die meestergetallen precies inhouden. 11 en 22. Vereenvoudigd tot 2 en 4. En met de 2 hebben we ook 222. Ik ga de boodschap erbij nemen en ik begin met kaart nummer 29. Ademhalen. De wezenlijke betekenis van de kaart is geduld, wachten, langzaam aandoen, gezondheid, mediteren en vertrouwen. Jij hebt nu voor alles geduld nodig. Wat moet je doen als je haast hebt? Rustig aandoen natuurlijk. Mediteer en heb vertrouwen. Haal adem en herhaal dit. De mens kan niet bestaan zonder adem te halen. Nu is het tijd om de lucht die je nodig hebt om te leven, je lichaam en je hele wezen weer te laten vullen. Laat je niet afleiden. Adem het zonlicht in en laat de donkerte los. En de wonderen komen tevoorschijn. En de zon hebben we hier liggen. Happiness and well-being. Dan hebben we kaart nummer 22. De wezenlijke betekenis met deze kaart gezegend. Iets moois dat je niet hebt verdiend en niet verwacht. Genade is een onverwacht geschenk van spirit. Er zijn momenten in het leven waarop het lijkt alsof er vanuit het niets van alles op goddelijke wijze wordt geregeld. Je voelt je gezegend op een manier die je moeilijk onder woorden kunt brengen. Ja, en dat was de kelke 9 die ik zag tijdens het voorschudden. Wat ik zei, die kaart van een gevoel van tevredenheid komt over je heen op de een of andere manier. Je voelt je gezegend. En je kunt het niet onder woorden brengen. Het is alsof de Rode Zee zich voor je in tweeën splitst en gebeurtenissen samenvallen die op een gemakkelijke en natuurlijke manier je zorgen wegnemen. Diep van binnen weet je dat je er niets voor hebt gedaan en toch gebeurt het. Dit is een van die momenten. Ontvang al je zegeningen met eerbied en dankbaarheid en laat je hierdoor leiden, is de boodschap. En dan gaan we de tarotkaart erbij nemen om te kijken wat is er nog meer wat naar voren mag komen voor dit aankomende weekend. Kijk, en daar hebben we het.
En dit is die exciting event misschien waar je naartoe gaat. Een samenkomst met vrienden, familie. En het kan dus ook zo zijn dat daar iemand is waar er een soort van oneenigheid mee ontstaat. Of een vervelende situatie zich voordoet. Maar we hebben hier ook, dit kan ook staan voor aankondigingen met die gong die we hebben. Een aankondiging, een uitnodiging die je gaat krijgen dit aankomende weekend. Om met vrienden of familie samen te komen, om erop uit te gaan. Een reden om het glas te heffen. Universum, wat is de boodschap voor dit aankomende weekend? Er kan dus iets te vieren zijn. We hebben de zwaarde 2, die bijna van de tafel afvloog. Dit is een kaart van geen keuze kunnen maken of iets niet zien voor wat het is. Ook je terugtrekken, in je hoofd zetten, een besluit willen nemen, maar het nog niet helemaal zien. Het kan ook zo zijn dat je een bepaalde situatie niet wil zien. Je wil de werkelijkheid misschien niet onder ogen zien met die zwaarde 2. Onsuccesvolle plannen kunnen daarmee te maken hebben. Waarbij je misschien de werkelijkheid van een situatie negeert. Je ogen ervoor sluit. Wat mag er nog meer naar voren komen voor het aankomende weekend? Nog 2 kaarten, universum. De zwaarde 10. Je wil misschien niet accepteren dat er een verlies heeft plaatsgevonden of dat een situatie beëindigd is. Universum. Je wil een bepaald verlies misschien niet nemen. De kaart Maak je geen illusies was ook een kaart die tijdens het voorschudden naar voren kwam. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen? De maan. Dit heeft alles te maken met de dingen die je niet ziet. De dingen die niet helder zijn. Verwarring, geheimen, onzekerheid, emoties die je wegstopt. En dan hebben we de keizerin. En het kan zijn dat je dus inderdaad gaat samenkomen met vrienden, familie, iets leuks gaat doen. En andere mensen, heb ik het gevoel, zien niet wat er van binnen zich afspeelt. Naar buiten toe, met die keizerin, kom je over als iemand die heel stabiel in balans is. Het allemaal goed voor elkaar heeft. Je weet jezelf leuk. Je komt leuk voor de dag. Een mooie verschijning. Je zorgt goed voor jezelf met die keizerin. Een zorgzame moeder kun je zijn met die keizerin. Groei, expansie, uitbreiding. Dat is hoe je overkomt. Maar ik heb het gevoel dat er van binnen, dat je je van binnen heel anders voelt. Kijk, het verdriet, de pijn die je met je meedraagt, dat is niet iets wat je naar buiten toe laat zien. Onder op het dek van de volgende stapel kaarten hebben we de aas van kelken. En die kwam 3 keer naar voren. En kijk, de kelken 3, dus die zagen we net ook al. En we hebben de kelken 9. Dus toch dankbaar zijn, inderdaad ook voor alles wat je hebt met die kelken 9. En een soort van tevredenheid. En voor sommigen van jullie een feestje, zie ik voor sommigen van jullie. Waarom ligt hier de keizerin, universum? De zwaarde 9. De zorgen die je maakt. En die kunnen te maken hebben met je stabiliteit, met je gezondheid, met van alles eigenlijk. Met je financiën. Aas van staven. Het kan te maken hebben met relaties, liefde. Je rol als ouder. We hebben een ridder van kelken. Dit is ook iemand die jou kan zien als die keizerin. Want we hebben hier een geheime aanbidder. Iemand die wellicht zijn kelk aanbiedt. Dit kan ook een hele vluchterige energie zijn. We hebben stier, weegschaal energie. En we hebben heel sterk vissen energie.
Voor sommigen van jullie zie ik ook dat je een bepaald idee hebt. Ja, en dat is het plan wat we hier hebben liggen. Onsuccesvolle plannen. Dus er is iets waar je zorgen over maakt en je loopt rond met een soort van idee. Dit kan iets zijn om een bepaalde situatie op te lossen, een probleem op te lossen. Een verlies wat je hebt geleden. Daar een positieve verandering in te brengen. Is het wat je wil? Je bent het reflecteren over het verleden. We hebben hier dat verlies liggen. Dus er is iets wat je misschien recht wil trekken. Je kunt een heel creatief idee hebben daarmee. Met de aas van staven en die keizerin. Dit is iets wat je wil gaan volgen. Maar het kan zijn dat je jezelf wat een illusie maakt. Want er zijn dingen die je niet ziet. En het is belangrijk om inderdaad de helderheid te krijgen. Of de situatie te zien voor wat het is. Omdat je anders te maken zult krijgen ook met een teleurstelling, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier de zwaarde 2? Hier hebben we dan die goddelijke timing, die positieve vooruitgang. Het kan te maken hebben met financiën. En we hebben de kluizenaar. Dus je bent erover na te denken. Je zit erover in je hoofd. Hoe kan ik een situatie positief beïnvloeden? Hoe kom ik uit die struggle waar ik nu in zit, de gewonde strijder? Dus er zijn heel veel dingen die je hebt meegemaakt, maar je bent blijven volhouden. En je bent ook van plan om te blijven volhouden. En het kan ook daarmee te maken te hebben dat je een situatie, een optie, die er misschien is, niet vertrouwt. Waardoor je daarvoor afsluit en op zoek gaat naar andere mogelijkheden. Staven 9, de gewonde strijder. Aas van Pentakels. En dat is die rijkdom, dat gevoel van geluk. De hoge priesteres. Vertrouwen op je intuïtie. En kinderen kunnen ook een rol spelen voor je. Waarom ligt hier dat rad van fortuin? Schildknaap van Kelken. Waarom ligt hier het rad van fortuin? Het kan iets zijn wat je aangeboden wordt. We hebben dus een waterteken. Schorpioen, kreeft, vissen. Met het rad van fortuin hebben we stier, leeuw, waterman, schorpioen. Met de kluizenaar hebben we echt die maagdenergie. Dan hebben we naast de schildknaap van Kelken de staven 10. Ja, dus dit is lasten. Iets drukt als een zware last op je schouders. We hebben een keizer. We hebben nu dus een keizer en een keizerin. En we hebben de zwaarde 5. Dit is iemand die wat jaloers kan zijn. Maar dit is ook die energie van een verlies. Dus het kan zijn dat er in een situatie, hoe dan ook, een verlies is. Je blijft maar doorpushen. Er is iets wat je heel graag wil, waar je naar verlangt, met die schildknaap van Kelken. Maar dit kan ook een kaart zijn van inderdaad iemand die probeert een bepaalde illusie, een droom werkelijkheid te maken. Maar dit kan iets zijn wat ook bepaalde last met zich meebrengt. Om dat daar te komen waar je graag wil. Want ik zie ook, daar is een soort van ontevredenheid. Als het gaat om bijvoorbeeld je doelen, je financiële situatie, je liefdesleven. Je wil, je bent niet bereid om te veranderen. Je blijft bij je standpunt. Of je hebt te maken met iemand die heel dominant is. Een soort van vaderfiguur. Iemand die jullie connectie ziet als iets wat door het universum eigenlijk geleid is. Met die met het rad van fortuin. Maar ik zie ook dat je niet wil. Budget in iets. Niet wil toegeven, niet wil veranderen. Bij je standpunt blijft, je wil het op jouw manier doen.
En de boodschap is inderdaad van, er zijn dingen die nog niet helder zijn. Volg je intuïtie. Waarom ligt hier de zwaarde 10? En voor sommigen van jullie heb ik ook het gevoel dat je te maken kunt krijgen met een ram. En dit is iemand die jou misschien al langere tijd volgt of bewondert. In het geheim. Iemand die nog niet eerder voor zijn gevoelens is uitgekomen. En iemand die naar voren kan treden. Maar iemand die wel een betekenis kan zijn. Dus het kan zijn dat je een bericht gaat ontvangen met die schildknaap van Kelken. Dit kan ook iemand zijn die je al kent. Iemand uit het verleden. Iemand waar er een geschiedenis mee is. Iemand die zijn verontschuldigingen wil aanbieden. Of zijn excuses wil maken. Of zijn gevoelens gaat delen. En dat kan iemand zijn waarmee een connectie op een vervelende manier geëindigd is. Universum, waarom ligt hier de zwaarde 10? De doodkaart. Oeh, een einde. Waarom ligt hier de zwaarde 10? Voor sommigen van jullie ga je een situatie beëindigen waar je tot op heden eigenlijk je ogen voor hebt gesloten. Iets wat je weggestopt hebt, waar je niet aan wou, waar je nu wel die controle gaat terugnemen. En dat heeft ook te maken met je zelfrespect, met je eigen waarde, weten wat je waard bent. Situaties van conflict, competitie, strijd, oneenigheid, iets waar je heel veel geïnvesteerd in hebt. Maar misschien te maken hebt met iemand die ook wat emotioneel manipulatief is. Iemand die op de een of andere manier controle wil houden over een situatie. Waarom liet hier de staven 5? Iemand met wie het een hele moeilijke weg. Je hebt een hele moeilijke weg met deze persoon bewandeld. Met heel veel ups en downs. Of een situatie waarin je dit herkent. We hebben nu een koning van zwaarden, tweelingweegschaal Waterman. Dus je gaat inderdaad je oordeel baseren op feiten. De beslissing die je maakt ga je baseren op feiten. Maar in eerste instantie zie ik je nog niet direct een besluit nemen. Kelken 2. Want het is wel iets wat je na aan het hart staat. Of het heeft te maken met een soort van soulmate energie. Iemand waar je wel nog gevoel voor hebt. Maar de situatie stagneert. Je bent jezelf aan het opofferen. Ja, en met die gehangene, die is aan het reflecteren. Net als de kluizenaar die we hier hebben. Is iemand die ondersteboven hangt en het dan ineens objectief iets kan zien. Dus ik heb het gevoel dat je een soort van inzicht gaat krijgen over een bepaalde persoon of situatie waar je al langere tijd in zit. Het kan ook een werksituatie zijn. Iets waar je heel veel in hebt gegeven, heel veel in hebt geïnvesteerd. Iets waarvan je niet hebt willen zien van, het is eigenlijk, ik krijg niet datgene wat ik wil. Er is een soort van ontevredenheid, maar je hebt je daarvoor afgesloten of binnen een relatie. En voor velen zal dit te maken hebben met een relatie. Een boodschap van de persoon waar het hier om kan gaan, kan er ook toe leiden dat je het ineens helemaal helder ziet en objectief ziet. Waar ligt hier de maan? Waarom ligt hier de maan? Universum, waarom ligt hier de maan?
De zware 3. Gebroken hart, pijn, verdriet. En dit is wat je niet hebt willen voelen. Iets wat je weggestopt hebt. Maar wat er nu voor zorgt dat je op een kruispunt staat. Waarom ligt hier de maan? Waarom ligt hier de maan? Weer die koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. En met de gehangene hebben we ook vissenenergie. En we hebben hier een koningin van zwaarden. Dus nog een stel. De koning en de koningin van zwaarden. Ja, ik heb het gevoel dat voor sommigen van jullie er een gesprek gaat plaatsvinden. En dit is ook een gesprek waarin je elkaar spiegelt. Zwaarden 2, kelken 2, staven 2. Het enige wat mis is de pentakels 2. Een keuze maken uit twee situaties, maar ook balans heeft het mee te maken. En die balans is zoek met de staven 10. Je hebt eigenlijk misschien zoveel op je bord, dat je die connectie of die situatie waar het hier om gaat, er niet ook nog bij kan hebben. Waarom ligt hier die zwaarde 3? Waarom ligt hier de zwaarde 3? Schildkraap van staven. En de toren. Dus daar komt plotseling. Plotselinge verandering met die toren. En de schildkraap van staven is normaliter goed nieuws. Het kan ook betekenen dat er iets binnenkomt wat je nu op dit moment nog niet ziet. Nadat er een verlies heeft plaatsgevonden of iets wat je heel erg teleurgesteld heeft, pijn gedaan heeft, einde van een relatie, werksituatie. Het kan met allerlei soorten situaties te maken hebben. Ik heb het gevoel dat er onverwachts een positieve verandering plaatsvindt. Waarom ligt hier die toren? Want ik zie ook de kelken 8 en die zwaarde 3. Dit is ja, heel veel pijn, verdriet, trauma. Je bent nog aan het helen van een bepaald trauma. En dat kan te maken hebben met een specifieke persoon. Maar dit is je echt emotioneel terugtrekken. Of letterlijk fysiek beweging. Keuzes maken. Die moeilijk liggen. Want het gaat om iemand waar je toch om geeft. Of een situatie waar je omgeeft. Maar iemand trekt zich terug. Iemand neemt dat besluit. En als jullie hier in die koningin van zwaarde energie liggen. Het kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt. Ik zie je dus alleenstaand. Alleenstaande moeder kan het zijn. Waarom ligt hier de toren? Het kan iemand zijn die je van alles belooft. Het kan te maken hebben met partnerschappen, contracten, een huwelijk. Waarom ligt hier de toren? Tradities, geloof, ja, religie, vertrouwen op het universum, lessen, spirituele lessen die geleerd zijn. Waarom ligt hier de toren?
Dus iets wat je niet hebt willen zien. Het komt nu als een hele harde les. Pentakels 9. En dan hebben we die hoge priester met partnerschappen, toewijding. En dan hebben we de pentakels 9. Voor sommigen van jullie wordt je harde werk, je toewijding beloond. In financiële zin. Je kunt een conflict situatie achterlaten. Of je laat inderdaad die bepaalde manier van denken achter je met die zware 2. Je ziet de situatie nu heel anders en beseft het is tijd om in beweging te komen. Het is tijd om iets los te laten, want dit is iemand die gaat naar kalmer vaarwater. Naar een vredige plek waar ja, vrede en harmonie heerst. En dat is wat we hier als eerste kaart hebben. Geluk, je lekkerder voelen. Onderweg zijn ook. Voor sommigen van jullie ga je naar een huwelijk. Of naar een bruiloft. Een huwelijk, ja, een bruiloft bedoel ik dan een feest. Dan krijg je een uitnodiging. En het kan ook zo zijn dat je daar iemand leert kennen. Maar voor anderen van jullie zie ik dat je heel... ja, dat je voor jezelf gaat opkomen. In een situatie waarin de situatie zelf of de persoon waar je mee te maken hebt eigenlijk de dominante was. Je gaat besluiten om je weg te vervolgen. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met je opnieuw open durven stellen voor liefde. Terwijl je door ervaring ja, heel erg afgesloten bent, heb ik het gevoel. Voor sommigen van jullie zijn jullie ook al heel lang single. En heb je een bepaalde illusie over een persoon? Maar ga je nu inderdaad, zie je de situatie ineens heel objectief? En het kan ook komen doordat je inderdaad die erkenning gaat krijgen van iemand. Iemand gaat ontmoeten. Of het compliment krijgt hier. Dus laat me zeker weten of er komt nieuws binnen. Kijk, nieuws is onderweg. En ik heb het gevoel dat het nieuws met iets nieuws te maken heeft ook. Of met een idee wat je hebt. Maar bedenk wel ook dat we hier die onsuccesvolle plannen hadden. Dus is het wel belangrijk om, als je de controle leiding neemt, voordat je actie onderneemt. Neem iets goed onder de loep. Reflecteer daarop. Zodat je een objectief beeld hebt. Of volgens actie te ondernemen. Of inderdaad je oordeel, datgene wat je wilt doen, niet te willen bijstellen. Niet te willen veranderen. Koppig zijn. Ik zie ook een hele koppige energie hier liggen. En dat kan ook iemand zijn waar je mee te maken hebt. Het kan ook een leidinggevende zijn op het werk. Ja, vertrouwen. Die koningin van zwaarden is iemand die ook heel logisch denkt. En ik heb ook het gevoel voor sommigen van jullie dat je echt zoiets hebt van... Over een bepaalde persoon, iemand heeft een les te leren en dit kan van beide kanten zijn. Maar dit is iemand die nog
nog niet zijn les geleerd heeft, heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat jullie heel veel groei hebben doorgemaakt. Het kan iemand zijn die heel veel pijn heeft gedaan. Maar dit is iemand die zijn les nog niet geleerd heeft. En iemand die constant kan zeggen van ja, nu ben ik echt veranderd. Constant blijf je in een bepaalde cyclus ronddraaien. Op die manier heeft die persoon ook een bepaalde mate van controle. Maar je gaat nu echt beseffen, ja, dit is iemand die gewoon niet verandert. Iemand die vooral gefocust is op zichzelf. Koppig, niet wil veranderen. Dus dat is jullie boodschap. Als het resoneert, geef de video een like. Zorg goed voor jezelf met die keizerin wat we hier hebben liggen. Want het kan zijn dat je slapeloze nachten hebt. Zorgen maken. Maar weet wat je waard bent ook. En ja, ik heb het gevoel dat er ja, een soort van er kan ook iets aan het licht komen. We hebben hier ook die oneenigheid onder vrienden en familie. En we hebben ook heel veel persoonskaarten hier liggen. Jongere personen, oudere personen. Iemand kan komen met een opmerking wat je heel erg teleurstelt, wat je pijn doet. Het kan een jongere persoon zijn. Maar ik zie dan dat er iemand is die jou inderdaad achter je staat. Ja, en dat je hier heel erg, ja, misschien geen aandacht aan wil besteden ook. Dus ja, dat is het. En ik wens jullie een heel mooi weekend toe en tot de volgende reading. Dag!